Voor de allerlaatste keer dit jaar een hartelijk welkom bij de grote IFFR VPRO podcast show. Wij namen en nemen je vanuit de Kino Lounge in Rotterdam mee door de 48e editie van het leukste filmfestival wat ons land rijk is. En dat doen we vandaag hoofdzakelijk over de prijzenregen die zojuist is losgelaten op het festival. En natuurlijk, zoals het hoort in de laatste aflevering, blikken we terug op onze persoonlijke festival highlights. En bovendien, er is een special guest. Yes. Maar eerst, voor de laatste keer, tegenover mij zit Hugo Emmerzaal, film- en muziekjournalist en schrijver, spreker en nog heel veel meer van IFFR. Ja, en ik ben Cesar Majoran en ik heb het afgelopen seizoen met jullie ontzettend veel plezier gehad hier op het festival, onder andere als filmjournalist voor VPRO Cinema. En als speciale gast hebben we dus Sascha Gerzik, dramaturg van BNN. Schrijver van de filmkrant, journalist, maar hier vooral op het IFFR juryvoorzitter van de KNF-prijs. Ja, wat dat is, we hebben gewoon een juryvoorzitter kunnen krijgen. Ja, chill. Precies. En wat dat is en wat dat inhoudt en wat ze heeft gedaan, daar gaan we het zo over hebben. Ja, het is namelijk vrijdagavond 1 februari. Het festivalbier is geopend en wij komen zojuist van de prijsuitreiking. Ik stel voor dat we nu beginnen. Let's go. De awardsceremonie. Yeah. Elk jaar ook een soort, weet je wel, je ziet de zaal, je ziet dezelfde gezichten die je ongeveer bij de opening wel hebt gezien. Ze zijn allemaal iets uitgeleverd, ze hebben allemaal veel te veel goede films gezien. En dan vallen er prijzen. En dit jaar, veel winnaars die wij in de podcast hebben besproken, is voor heel ons wel fijn. Een grote eer. Ja, ja gelukkig absoluut. Man. Het was ook wel awkward geweest als het niet zo was. Ja. Nou, en bovendien, gewoon veel prijzen altijd. Ik verbaas me altijd over hoeveel filmprijzen er te winnen zijn. Zoveel filmprijzen. Ja, dat is natuurlijk niet zonder reden. Het is erg belangrijk, ook voor een festival als IFFR, dat er gewoon heel veel mensen even in een speciaal daglicht worden gezet. Ja, want, en bovendien, die prijzen zijn ook wel nuttig. Hè? Je wint ook gewoon wel echt geld hier. Dat is een beetje het ding bij IFFR. Die Tiger Competition, daar hebben we het al vaker over gehad. De VPRO Big Screen Competition ook. Maar er zijn dus ook zoveel soorten prijzen voor bijvoorbeeld debuutfilms, voor nog meer korte films, voor zelfs, er bestaat zoiets als de Found Footage Prize. Ik heb die net ontdekt. Ja, die hebben wij dus eigenlijk nu pas ontdekt. Maar dat is eigenlijk heel erg mooi, want zo laat het festival ook zien dat het een steun en toeverlaat is voor niet alleen maar al gevestigde filmmakers, maar dat het ook een prijzenregen kan zijn voor opkomende makers of makers die meer in een bepaalde cinema niche of zo zitten. Ja, ik ken filmmakers en ik weet zeg maar, als je hier een prijs wint en het is bijvoorbeeld 10.000 of 5.000 of 3.000 euro, dan is dat echt een grote stap voor je volgende film. Ja, en de erkenning is natuurlijk ook heel groot, want internationale filmjournalisten zijn er ook bij. Ja, dus ja. Ik denk dat we nu gewoon even het moeten hebben over wat ons betreft de grote winnaars zijn. En daar denk ik dat we onszelf ook wel een klopje op de schouders mogen geven. Want veel van die dingen zijn dus inderdaad besproken in de podcast. Onder andere Take Me Somewhere Nice van Anna Sendjarovic. En ik ben zo blij dat Anna hier nog, je weet het, een paar afleveringen geleden zat ze bij ons te gast. Zeker een tip super om die terug te luisteren. Super geanimeerd gesprek. Ja. Ontzettend goede maker en nu een prijs dus. En het vette was, wij vroegen haar, hoe denk je dat je kansen zijn op het festival? En ze zei nog, en ik herinner me dit zo goed, ze zei nog, ja maar de competitie, dat zijn zulke slimme filmmakers jongens. Nou, wat blijkt? Dat ze er zelf ook een is. Een Tiger Award. Zij heeft dus, om precies te zijn, de Special Jury Award van de Tiger Competitie gewonnen. Dat is als het ware een soort, misschien niet eens de tweede prijs, maar een speciale onderscheiding van de jury. Maar de jury van de Tiger Award heeft dus de hoofdprijs gegeven aan Present Perfect van Xian Zhiyu. Die hebben we gisteren besproken. Ja, dat is die hele. Vandaag was er een fragment in de zaal en opeens klikte voor heel veel mensen, dat merkte ik omheen. Iedereen begon te lachen. Die film. Ja. Dat is natuurlijk ook, het is een heel vet project, want die filmmaakster die heeft livestream beelden. Echt dus, honderden en honderden uren. Ja, van mensen die gewoon zichzelf livestreamen. Soms voor misschien 5 vrienden, soms voor niemand eigenlijk. Ja. En die heeft ze aan elkaar geplakt. En dat geeft eigenlijk een heel gek tijdsbeeld van hoe het er nu aan toe gaat in China. Precies. En dan vooral het fragment vandaag in de zaal. Dat is een construction worker, een echte arbeider. Ik dacht dat het een militair was. Nee, hij, dat lijkt dus zo. Maar als je de film ziet, dan kom je hem vaker tegen. Maar hij werkt dus gewoon op een bouwterrein. En hij zit dus helemaal onder de verfvlekken op een cameo pak. Dus je denkt, dit ziet eruit als een militair, maar hij is eigenlijk een bouwvakker. Hij deed dus een moonwalk op livestream en dat is in de documentaire gekomen. Precies. Nou ja, ik denk dat het wel een terechte winnaar is, al is het maar omdat de film polariserend is. Daar hebben we het gisteren in de podcast ook over gehad. Morgen op, overmorgen op zondag 3 februari dag is deze film dus nog te zien tijdens de dag van de dwarse film. Ja, zeker. Dan Transnistria won een prijs. Yes, daar ben ik ook zo blij mee. De VPRO Big Screen Award. En de VPRO Big Screen Award is een goede prijs om te winnen, want, en dit is leuk voor jou de luisteraar, dat betekent dat de film op tv gaat komen. Ergens het komende jaar wordt en in Transnistria de bioscoop.
uitgezonden. Ja, plus inderdaad, dat geldbedrag wat ze krijgen mag geïnvesteerd worden in het zorgen dat de film hier in Nederland een big screen letterlijk release krijgt. Ja, het is best een big deal, want die prijs bestaat uit €30.000 en die wordt in tweeën gesplitst. €15.000 gaat naar de filmmaker Anna Eborn, echt een hele coole Zweedse regisseur. Ik heb haar ook geïnterviewd hier op het festival. Verdient ze echt. Had ze de prijs verwacht? Merkte hij het aan? Nee, de manier waarop zij het podium opvloog, nee, dat had ze niet verwacht. Zij was te gelukkig. En die andere €15.000 die zitten in die prijs, dat is ook heel leuk. Die gaan dus naar een distributeur in Nederland en met dat geld kunnen zij dus de film uitbrengen. Dus dit is er eentje die Ik wist helemaal niet dat dat geld kost om een... Ik bedoel, je denkt toch dat de bioscoop de film gewoon wil hebben? Ja, voor niets gaat de zon op. Ja, blijkbaar. Natuurlijk kost dat geld. Blijkbaar. Oké, dan. En dit is totaal geen verrassing. Zeker echte open deur. Ja, zeker de vaste luisteraars weten inmiddels hoe het zit. Maar Kapernaum won natuurlijk de Audience Award. En dat is eigenlijk ook wel terecht. De film heeft inmiddels zijn landelijke release gehad. Het is de drama over het jongetje wat zijn ouders besluit aan te klagen voor verwaarlozing. En het is zo een rake film. Zoveel mensen zijn geëmotioneerd geraakt. Natuurlijk staat hij bovenaan bij, bij de publiek. Ja. Bij het publiek. Van Nadine Labaki, een terechte winnaar. Ja, ja. Ik vond één ding heel cool. En dan moet ik echt jou de credits voor geven. Want ik ken het door jou, Hugo. Maar La Flor. Yes. Het 14,5 durende... Nee, 13,5 uur durende meesterwerk van Mariano Linas. Olias, de Argentijnse regisseur. Wat heel cool is, hij heeft nu de Hubert Balls Audience Award gewonnen. Ja, man. Wie niet weet wat Hubert Balls is, er is iets als het Hubert Balls Fund in Rotterdam. En dat bestaat al 30 jaar. En 30 jaar lang is dat een filmfonds wat over de hele wereld cinema stimuleringsprijzen geeft. Om films te beginnen of af te maken of überhaupt te produceren. En 2 jaar geleden draaide La Flor parte 1. Dat waren dus de eerste 4 uur of zo van dit grote filmwerk. Toen heeft Mariano Lias die prijs gewonnen. En nu, 2 jaar later, is hij terug met La Flor part 1, 2 en 3. Die alle drie op het festival hebben gedraaid. En heeft hij met La Flor part 2 dus die publieksprijs gewonnen. Dat betekent eigenlijk dus dat hij het hoogst in de publieksprijs is geëindigd. Maar dan van alle Hubert Balls films die dit jaar gestimuleerd zijn. Ja, dus de films zijn. Die dan in dat stream... Oké, okay, goed. Beetje complex, maar het betekent in ieder geval dat ik nu echt totaal geprikkeld ben om zo meteen een film van 13,5 uur te gaan kijken. En dat gebeurt niet snel. Dat is dan een kleine scoop. Tijdens de prijsuitreiking werd beloofd dat het festival zich zou inspannen om deze film ook naar Nederlandse filmtheaters te brengen. Wanneer dat gaat gebeuren weten wij niet, maar hou dat in de gaten. Want ik ga het is nu alvast snacks inslaan thuis. En ik ga even door met het aantal prijzen, want hier wist jij dus niks vanaf, maar er zijn nog zoveel meer prijzen. En ik noem gewoon even een rijtje prijzen af en alle winnaars zijn te vinden op de website van IFFR, maar ook als je checkt op de social media van VPRO Cinema. Ja, de Insta-story. Ja, jij hebt die volgens mij zomaar als een gekke bijgehouden. Je duimen trillen nog steeds. Ik heb de hele awardshow geïnstagramd, maar dat, ja, het is alleen maar leuk om dat soort makers te zien winnen. Ja. En bovendien... Ja, voor ons gewoon een feest der herkenning. Precies. Misschien een klein overzicht van echt alle prijzen dan nog? Ja, even heel snel. Om gewoon even een idee te geven van wat er bij zo'n prijsuitreiking langskomt. Er is de Vipressi-prijs voor de internationale filmjournalisten. Er is de Netpak-prijs voor bepaalde films uit Azië. Er is een IFFR Youth Jury Award. Ik vond die heel cool. Dat is gewoon een jonge jury hier. Super, een meisje uit Finland, een jongen uit Rusland. Ik was echt onder de indruk. Hele dat die, veelbelovende cinefielen zaten daar inderdaad. Dan is er dus de Found Footage Award. Waar we het net over hadden. Er is de Voices Short Award. Dat is dan weer een andere short film prize dan waar we het eerder over hadden. De Tiger Modo. Ja. En dan is er ook nog de Bright Future Award voor Best Feature Debuut. En dan komen we uiteindelijk bij onze hoofdgast van de podcast aflevering. Er is de KNF Award. Ja. Naast ons zit dus Sascha Gertzik, filmjournalist. Deel van de kring van de Nederlandse filmjournalisten. Dat is waar KNF voor staat. KNF zo, ja. En dus de juryvoorzitter van deze prijs. Hallo. Hallo. Sascha, kan jij aan ons vertellen aan welke film jullie net een prijs hebben gegeven? Wij hebben net de prijs gegeven aan Tarda para morir joven van Dominga Sotomayor. Een hele mond jong te sterven. Ja. Ook een goede tattoo. Ja, absoluut. En een hele goede film. Ja. Ja, dat is eigenlijk dan ook gelijk de volgende vraag. Kan jij vertellen over deze film? Want Cesar en ik hebben die allebei niet gezien. We zijn nu natuurlijk heel erg benieuwd. Maar waar gaat dit over? Het gaat over... Het is lichtjes gebaseerd op het leven van de regisseur zelf. Het gaat over een meisje dat opgroeit in een wat afgezonderde gemeenschap in Chili, 20 jaar geleden. Mm-hmm. En ze wordt gewoon langzaam ouder. Het is een coming-of-age film. Er gebeurt niet zoveel. En toch gebeuren er zulke grote dingen, zoals verliefd worden,
en je hart gebroken voelen worden. En een nieuw jaar waar je moeder niet op komt dagen. En de hond is trouwens ook nog kwijt. En wat ga je dan doen? Dan luister je naar Mazzy Star en je rookt een sigaret in bad. Ja. Lekker emo. Is dat echt een scène? Ze rookt een sigaret in bad? Terwijl Mazzy Star opstaat. Dat klinkt heerlijk. En waarom hebben jullie dan eigenlijk vanuit de jury deze film laten winnen? Wat zijn dan de onderscheidende kwaliteiten misschien? En misschien ook goed om daarbij te vermelden, hoeveel films moet je überhaupt kijken? Hoe groot was de keuze? Ja. Ik heb net op het podium staan liegen, want ik zei 13, maar het zijn er 16. 16, oh mijn god. 16 films? Hoe kort? In wat voor tijd? We hebben ze allemaal op het festival gekeken. Dus in de afgelopen 8 dagen, denk ik. Holy shit. Dat zijn de films die genomineerd zijn voor deze prijs zijn Nederlandse producties of co-producties. Oh, dus okay. Tarda para morir joven is een co-productie met de Nederlandse productiemaatschappij Sierse. Okay. En daarom wordt hij genomineerd voor deze award. En waarom heeft hij dan gewonnen? Nou, het was met de onderhandeling nog wel in de jury. Het was echt maar dat kun je toch nooit zeggen? Oh, je moet toch altijd zeggen, ik de juryvoorzitter, we zijn het unaniem eens. Nee? Zoals de host van de avond ook zei, als je niet een klein beetje vecht over welke film er wint, dan heb je niet echt goed gejureerd. Ah, ja. Ja, dat klopt ook wel. Maar dat was ruzie dus. Het was me het gevecht nog wel. Nou, er waren gewoon veel meningen. Kijk, dat krijg je met filmjournalisten die veel films kijken. Oh, ja. En die echt in iets geloven en soms ook echt niet in iets geloven. En er waren mensen die gewoon bepaalde films heel goed of heel slecht vonden. En dan vonden de andere films die andere juryleden die films weer heel fijn. Dus het was... Hoe lang duurt zo'n overleg? We hebben er denk ik 3 uur in een restaurant in Rotterdam over gedaan. Okay. Er zijn films voorbij gekomen zoals ook Take Me Somewhere Nice van Anna, maar ook... Nocturne van Victor van der Valk. Ja, zeker ook onze podcastfavoriet een klein vriend beetje. Van onze show ook. Maar ook films van internationaal hele bekende filmmakers zoals Dan Bas. Van Sergej Loznitsa. Ja. Die draait ook binnenkort in de bioscoop. Als Nederlandse productie, toch? Of een prachtige, hele kleine romantische komedie met personages die je nooit in romantische komedie ziet. Tehran, City of Love. Oh ja. Met misschien wel thema's die je niet zo snel in een film uit dat land voorbij zal zien komen. Cool. Dus film over te praten. Maar deze film heeft gewonnen omdat hij gewoon zo mooi is. Ja? Ja. Een schoonheidsprijs? Nou, hij is heel echt. En ik denk dat iedereen, of je nou 20 jaar geleden in Chili woonde of nu jong of oud bent in Rotterdam, ik denk dat iedereen zich hierin kan herkennen. En dat is zoveel waard. Dat klinkt heel mooi. Ik hoop dan ook dat dit soort film ook dankzij een prijs als deze opgepakt wordt en nog verder in Nederland vertoond wordt. Heb je, Sascha, ook behalve al dat jurywerk tijd gehad voor andere films, andere ervaringen op het festival? En zo ja, heb je dan ook een soort personal highlight van iets wat je echt heel mooi vond dit jaar op IFFR? Ja, dat heb ik zeker. Maar deze highlight wordt gedeeld door heel erg veel mensen. Namelijk? Het is namelijk de winnaar van de Big Screen Award, die dus nu ook de bioscoop in Nederland ingaat, Transnistria. Yes. Ja. Transnistria is alles wat ik in ieder geval wil in een film. Het is mooi en lief en heel echt. Ja, dat is een film over dat meisje wat er zoveel jongens om haar heen. Een beetje. Tanja, ja. Tanja. Ik ben ook verliefd op haar. En ik heb die film niet eens gezien, maar gewoon door hoe Hugo erover heeft verteld. Ik denk dat iedereen nu verliefd op haar is. Maar ik denk dat ook iedereen gewoon herkent hoe het is om tiener te zijn op een plek waar je eigenlijk niet zoveel te doen hebt. En dus dat je gewoon maar rondhangt en maar doorgaat. Oké, allerlaatste vraag, Sascha, maar ik wil het toch weten. Stel dat deze podcast nooit meer gaat gebeuren, ik hoop het niet meer. Stel, een opportunistische vraag, hoe kom ik in deze jury? Lid worden van de Kring van Nederlands Filmjournalisten. En dan, van de KNF. En dan een mailtje sturen en dan hopen dat ze je kiezen. Soms kan het zo makkelijk zijn en toch zo moeilijk. Zeker weten. Dankjewel, wij gaan Sascha. Door met onze festival highlights. Nou, van de ene highlight gaan we dan door naar de ander. Want ja, Cesar, we hebben natuurlijk al zoveel mooie dingen met elkaar besproken. Ja. En helaas, er was ook slechte dingen hoor. Ja, dat mag gezegd mag worden. Daar mag ook ruimte voor zijn, mag gezegd worden. Maar er was helaas één ding wat ik heb gezien en wat ik heb meegemaakt, wat ik zo graag had willen delen op deze podcast. Maar het ging niet, omdat de film draaide eigenlijk niet meer tijdens het festival sinds dat moment. Het gaat over Black Mother van Khalil Ala. Ik heb hem geïnterviewd voor een camera. En het was een van de meest inspirerende momenten die ik ooit misschien wel in mijn carrière als filmjournalist heb gemaakt. Wow, oké. Ja, oké. Dit zijn echt grote woorden. Ja? Maar ik denk dat deze man dat ook wel waar maakt.
Toevallig volg ik Khalil Allah, een Amerikaanse fotograaf en filmmaker uit New York, al een hele lange tijd. Want hij postte vroeger videoclips van rappers van de Wu-Tang Clan online. Hij is deel van die clique een beetje. Hij heeft heel veel videoclips geschoten. Zo'n beetje een coole guy, toch? Want ja, ik ken hem ook. En ik weet dat zeg maar rappers als A$AP Rocky, ook jonge, coole rappers, die iedereen kijkt neigen tegen naar zo'n hem gast. Ja. Ja, want hij is dus... Zijn videoclips zijn al cool, maar zijn straatfotografie was echt al helemaal geniaal. Toen kwam er eigenlijk een moment dat hij van gewoon een clipregisseur echt naar een kunstenaar ging. Ja, en nu dus een film. Ja, en een paar jaar geleden had hij een film die heette Field Niggas. En daarmee die heeft hij gratis op YouTube gezet. En toen zeiden in één keer allerlei filmfestivals tegen hem van... Yo, die moet je nu van YouTube halen en je moet gewoon voor die exclusiviteit. Want hiermee kan je echt de wereld over. En nu is hij dus in één keer een highly esteemed filmmaker. Hij was dus dit jaar op IFFR met Black Mother, een film maar die zich afspeelt in Jamaica. Dat is waar hij zijn roots heeft. Zijn moeder is Jamaicaans. En het heeft dezelfde soort stijl die hij ook in zijn, zijn andere kortere films heeft. Namelijk dat hij mensen op straat fotografeert of eigenlijk op film vond. En dat hij los heeft hij ook een audio-opnameapparaatje mee en praat hij gewoon met de mensen. En een soort van de dus audiospoor... En het videospoor, die staan los van elkaar. Oh, die weird. Komen dus ook nooit... Je ziet die mensen, maar je hoort ze ook verhalen. Het is dus eigenlijk alsof je in een hoofd kijkt. Dan. Ja, ook. En een beetje alsof je een dubbele film krijgt. Omdat de audiolaag is eigenlijk één film. En de videolaag is weer een andere film. En het is zo rauw en echt en authentiek. Okay. En het gaat gewoon recht door de bullshit heen. Maar... En dat was dus het inspirerende aan die ontmoeting met hem. Van, hij doet dat ook. Hij komt bij jou zitten en hij staat gelijk aan. Gewoon geen bullshit, gelijk alleen maar oprechtheid. En super intense man om mee te praten. Heb je dan één zo'n quote, even zo'n inspirerende filmmakersquote waar je het voor gedaan hebt? Oh man, nou ja, het interview wat ik met hem heb gedaan, dat komt binnenkort ook online. Dat staat op IFFR Daily. Ik zou er niet eens een quote uit kunnen kiezen, omdat alles wat hij zegt is gewoon instantly quotable. Hij is echt de festivalfavoriet ook geworden. Bero Beyer, de directeur van IFFR, is helemaal fan van hem. En dat snap ik ook. Als je hem ziet, je bent gewoon gelijk betoverd. Black Mother dus. Die zien we dus sowieso terug op IFFR. Oh ja, dat zeker. Dat zeker. En dan mijn hoogtepunt. Ja, ik maak zoveel mee op een festival. En ik ben eigenlijk al in de tweede week... De meeste films zijn de eerste week half vergeten... omdat het gewoon zoveel is geweest. Maak je geen aantekeningen, Cesar? Ja. Dat is een pro-tip. Maak aantekeningen. Nee, 100%. Ja, en sterker nog, ik maak een dagelijkse podcast... waarin ik ze bespreek. Maar dan toch is het zoveel. En het is ook, ja... Hetgene wat je bijblijft zijn de geweldige twists. Het is een video home system... wat ik zoveel mensen heb aangeraden. Ja. Waarvan ik hoop dat het ergens nog te zien gaat zijn. Die overigens ook heel laag staat in de publieksprijs. Dus hij mag lekker geschaard worden naast mijn no data plan. Ja, dit gaan we straks nog wel uitvechten. Ja, precies. Deze onze tips die lagen in de publieksprijs stonden. Maar ik heb iets heel cools gedaan vandaag. Ik was om 8:00 ochtends in Schiedam. Man. Niet geheel vrijwillig. Ik had namelijk vorig jaar een hele gekke festivalervaring. Ik kwam een verkeerd lokaal binnen en opeens stond ik, dit was vorig jaar, opeens stond ik op een soort supergrote workshop waar allemaal kinderen van 10 aan het rondrennen waren. En die maakten VR-films. Die waren 10 jaar oud en die maakten VR-films. En amazing. Ja, ik ben 11 keer verhuisd in mijn leven. Ik heb niet altijd op leuke scholen gezeten. Maar ik heb in ieder geval nooit een VR-film gemaakt. En ik was zo en stik jaloers. En ook gewoon blij dat die kinderen deze kans kregen. Dat ik dat ben gaan volgen. En dat project was een project van CineKid. En inmiddels ken ik dus die docenten die daarbij aangesloten zijn. En ik heb dit jaar gevraagd van, goh, kan ik daar weer een keer bij zijn? Ik vond dat zo inspirerend met de jongeren. Ja. Dat mocht. En vandaag was ik dus met groep 6 van OBS Finlandia in Schiedam naar de film. En ik kan niet genoeg zeggen hoe leuk het is. Het klinkt super aan. Ja, groep 6 is echt een perfecte leeftijd. Want die kinderen krijgen net allemaal een soort eigen smaak. Er was al een jongen in de klas die had een vlogcamera bij. Dus dat zijn echt al wel... Je ziet ook daartussen weer de jonge filmmakertjes zitten. Een jonge Cesar. Bijvoorbeeld. Maar het allercoolste is gewoon... Die kinderen durven met elkaar te praten tijdens de film... over wat ze aan het zien zijn. En ik kan iedereen aanraden... neem een keer een kind mee naar de film. Je praat zoveel over wat er op het scherm gebeurt... dat je eigenlijk op een hele andere manier film kijkt. En het was voor mij gewoon een hele mooie reminder... aan wat dit festival nog meer is. Ik was met die kinderen in de oude Luxor. We keken film. We genoten ervan. We moesten lachen om dingen. En op een gegeven moment dacht ik van... ja, maar dit is ook wat een filmfestival is, weet je wel. Ja. Dat IFFR gewoon dat soort lespakketten dropt. En dat dan die kinderen de kans krijgen om... Weet je wel, ze komen... Nou, ik ga het zeggen. Ze komen niet uit de allermooiste school van Rotterdam, weet je wel. Er zijn echt wel rijkere, coolere scholen. En dan toch zijn er...
docenten die zeggen, goh, film is belangrijk. En film welke is film hebben jullie gekeken? We hebben 5 korte films gezien waarvan de highlight was. En ik kan iedereen aanraden, zoek dit even online op. 180cc, een Rotterdamse documentaire over een jongetje wat wheelies trekt. Op een opgevoerde scooter. Ja, eerst op een fiets. Hij wil het op een scooter gaan doen. En over die passie van wheelies trekken gaat die korte documentaire. Dat klinkt geweldig. De hele zaal ging stuk. We hebben zo genoten met elkaar. Dit is een filmfestival waar ook dit mogelijk is. Ik vond het een highlight, man, met die kids. Nice. En zojuist hoorde je de allerlaatste bumper van de allerlaatste aflevering van onze ode aan film eigenlijk. Want dat is deze podcast geworden. We hebben zoveel coole dingen gezien. En ik kan niet genoeg zeggen, als je een film in deze podcast hebt gehoord die je interesseert, onthoud hem. Kijk of hij komend jaar in de bioscopen draait. De kans is namelijk vrij groot en dan heb je echt wel een tractatie. En bovendien, ja, volgens mij zijn er sowieso IFFR-avonden, toch? Ja, dat is waar. Er is bijna elke eerste woensdagavond van de maand in kino een IFFR-screening. Als je ook niet genoeg krijgt van ons hier. Ik geef best wel vaak een inleiding daar. Dus dan kan je me alsnog horen praten betekent over dit een specifieke dat ik nu mee mag doen met die inleidingen? Ik kan je voorstellen misschien. Dat lijkt me hartstikke leuk als jij daar ook bij bent. Ja, ik heb zelf een soort IFFR hobby. Ik kijk gewoon op IFFR Unleashed. Dat is een soort Netflix-achtig project van IFFR zelf. Een VOD-platform. Zeker. Je kan dan thuis gewoon films kijken die ook op IFFR hebben gedraaid. Daar komen dus sowieso ook titels die we in de podcast hebben besproken naar voren. En bovendien, ja, als je gewoon VPRO Cinema in de gaten houdt, heb je sowieso altijd goede bioscooptips, Netflix tips en haal een cinefiel pas in huis. Ga gewoon veel naar de bioscoop. Uiteindelijk hebben wij hier. Kijk, we hebben gewoon een podcast gemaakt over onze passie voor film. Yeah. En dat is zoveel. En ik kan alleen maar hopen dat je geïnspireerd raakt om dus veel naar de film te gaan vooral. IFFR is dus eigenlijk nooit helemaal weg, maar wij ook niet. Want na deze podcast gaat het leven ook weer gewoon door. Ja, waar kan ik jou dan nog vinden, Hugo? Ja, ik ben dus zoals altijd te vinden op Twitter, @HugoEmmerzaal. En lees vooral mijn stukken in de filmkrant, want veel van de interviews die ik hier ook doe... Ik deed het vroeger niet, maar ik ga het nu echt doen. Ja, ik las altijd jouw tweets namelijk. Jij deed ook je filmrecensie al in een tweet. Ja, dus dan lok ik je nu naar mijn tijdschrift. En waar kan ik jou dan checken? Ja, je kan mij gewoon volgen op Cesar Forever, en dat is op Instagram. En dan ga ik bijna tot morgen zeggen, maar dat bedoel ik echt niet. Ik bedoel tot volgend jaar. Ja. En gaan we dan zomaar naar volgend jaar toe? Nou, niet zomaar. Laten we eerst ook nog even een paar shout-outs doen. Deze podcast is namelijk niet alleen door ons gemaakt. Dus wat nu volgt is eigenlijk de credits, de aftiteling van ons eigen filmproject. Ja, de aftiteling van La Flor duurde 40 minuten. Ik denk dat wij hem korter kunnen doen. Ja, ik wil namelijk bedanken. En zeker voor zijn ontzettend lieve en goede shout-out op het podium zojuist bij de awardshow. Thanks. Stan van Engelen van de VPRO. Ik wil heel graag Tibor Dekker, ook een van de bedenkers van deze podcast, bedanken van de VPRO. Ik wil Jelle Scholt, redacteur van VPRO Cinema, bedanken. En namens IFFR heel veel dank aan Puk Overman, die onze productie en coördinatie heeft gedaan. Ja. Pim van den Berg, die onze opnames en montage altijd heeft gedaan. En vol met snarky comments is over wat wij allemaal doen hier. Katelijne Bijn voor regie. De regie, steun, toeverlaat. En jou de luisteraar. Bedankt voor het abonneren. Bedankt voor de lieve recensies. Bedankt voor iedere keer dat ik ben aangesproken op het festival en iemand zei, hey, ik luister naar de podcast. En thanks voor al die reviews online. Man, ja, we gloeien nog helemaal na. En nu is het echt het einde. Hugo, jij ook bedankt. Thanks. Dank je, Cesar.